Hey Bart Valken hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 21. En in deze video gaan we een kijkje nemen onder de motorkap van Blender. Want ja, een object in Blender, een 3D object, is niet alleen het object wat je ziet. Of met een kleurtje, of met een beweging, of... Je hoort het al, zo'n object bevat allerlei data. En al die data staat in de Blender BEEP. Want jouw blendbestand is eigenlijk een biep. Wat? In deze video laat ik het je zien. Breng je tekening tot leven in... Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Ja, een kijkje nemen onder de motorkap van Blender. Nou. Um, wat je al weet is dat elk object in Blender een origin-punt heeft. Weet je wat oranje puntje in het midden van het object? Of in het midden tussen waar je maar hebt gezet. En aan het origin-punt, daar zit eigenlijk alle data aan vast. En data, dan heb je het over vorm, materiaal en nog uh, veel meer. En een punt-blend, dat is zeg maar waarin, de bestandsformaat waarin je je Blender-project opslaat, is eigenlijk een soort bibliotheek. Een boekje. En in Blender ziet dat er uh, zo uit. We gaan het zo even hebben over uh, Sinterklaas en man met rode zwem. Broek op een vlak. Maar wat ik wil laten zien is dat ja, Blender is, dus zo'n bibliotheek en dat vind je hier terug in file. En dan klik ik hier op append. En append is eigenlijk een um, ander woord voor ja, voeg toe uit iets anders. In dit geval een ander Blender bestand. En ik heb hier uh, Chris tekening, uh, Blender bestanden. Uh, ik heb er hier een, een heel aantal. Chris tekening final.blend. En als ik die uh, open. Dan zie je hier een heleboel uh, mappen, eigenlijk. En al die mappen bij elkaar. Dat is de bibliotheek van Blender. Je hebt bijvoorbeeld hier een mapje met objecten. En hier zie je alle objecten die in dat Blender-bestand zitten. Nou, dat zijn er nogal wat. En hier vind je dan bijvoorbeeld alle materialen die in dat Blender-bestand zitten. En even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben hier bijvoorbeeld licht. Maar ook uh, scènes, textures, volume, workspace, bla bla bla. Dus zo'n Blender-bestand is eigenlijk een collectie van een heleboel mappen. Met daarin alle data van. Blender. Oké, okay, even wat uh, simpel uitgelegd. Blender is dus een bibliotheek. En niet per se Blender, maar het Blender-bestand, het project waar jij in werkt. En je ziet allerlei objecten. Je zet allerlei objecten erin. Er zit van alles in jouw scène. Maar eigenlijk is het dus één grote bibliotheek. En in die bibliotheek bevinden zich allerlei data: allerlei informatie over de vorm van objecten, positie, de draaiing, de schaal. Maar denk ook aan materialen of onderlinge relaties: zitten ze aan elkaar vast of niet? En op welke manier dan? En wat dacht je ook van allerlei instellingen? En al die dingen noem je dus de data. Dus elk object heeft een originpunt, punt. Maar daaraan vast zitten dus allemaal data wat je. In de bibliotheek van jouw Blender project zet. Maar en nu komt het. Die data is niet exclusief voor dit poppetje met een rode zwembroek. Die data kun je ook gebruiken voor andere objecten. En die zijn dus met elkaar gelinkt. Want stel je voor, Sinterklaas heeft hier een rode meter. Maar eh, het rood van deze rode meter is ook het rood van de zwembroek van dit poppetje. Ik laat het je zien. Want het is echt zo. In Blender ziet dat er. Kijk, moet je hem opletten. Ik heb hier eh, Sinterklaas zo, een beetje, ja, ja, daar is die. Allright, ik selecteer Sinterklaas. En ik zit nu in de materialen tab van de properties. Zo, een beetje veel pijlen. Gaat lekker, volk niet. Ah, hier, materialen tab. En ik heb hier Sinterklaas geselecteerd. En dan zie ik hier eigenlijk ook al een beetje de bibliotheek van Blender terug. Want Sinterklaas bestaat uit meerdere materialen. Poppetjes basismateriaal. Rood, zwart, geel. Mond met rode lippen en wit. En als ik hier op rood klik. Dan heb ik hier het rode materiaal te pakken. En dan klik ik hier op basiscolor. En dan kan ik hier de kleur veranderen. Hé, hey, wat valt op? De zwembroek van poppetje hier zo. Die uh, verandert ook van kleur. Dus um, je moet het eigenlijk zo zien: dat in de biep zit een uh, materiaal. En het materiaal heet rood. En dat rode materiaal zit op de mijten van Sinterklaas. En ook op de zwembroek van het poppetje. Ik ga hem gauw weer op brood zetten, want het ziet er een beetje gek uit. Dus die twee uh, zaken zijn aan elkaar gelinkt. Dus je hebt één bibliotheek, maar de data die in die bibliotheek zit, kan uh, gebruikt worden over meerdere plekken, over meerdere objecten en op meerdere manieren in jouw Blender project. Kijk, als ik nu een nieuw object zou toevoegen met uh, Shift, ah, gooi ik eventjes een nieuw object erin. Ik doe bijvoorbeeld een hele saaie cilinder. Voilà, ik heb hier een cilinder. Ik ga met uh, num even naar local view. Oh, dat is een beetje lelijk, want dan zie ik geen licht meer. Nou, nah, ik blijf gewoon lekker hier. Whatever. Wat een punt was, ik zit hier nu bij materialen en je ziet nu hier dat er dus helemaal geen nieuw materiaal op zit. En uh, wat is helemaal leeg hier bij de, de, deze tab van de materialen. En ik kan hier op een nieuw klikken en dan kan ik een nieuw materiaal erop gooien. En dan heb ik dus een nieuw materiaal in de blender beep van jouw project gezet. Maar wat ook kan, hier heb je een knopje. En daar als het ware loop je door de schappen van de bibliotheek heen en dan zie je eigenlijk alle materialen die zich nu in dit project bevinden in de Blender, biep zeg maar, bruin, geel, huid, materiaal. Kijk, hier materiaal, het heet materiaal, dus heb je geen idee wat het is. Dus het is ook heel handig om goede namen aan dingen te geven, anders heb je geen idee. En ik kan deze ook op uh, rood zetten. En dan heb ik dus deze rode te pakken. En dan is de cilinder natuurlijk rood geworden. En als ik hem zou veranderen, dan uh, snap je al wat er gebeurt. Dan verandert niet alleen de mijter, maar ook de zwembroek mee natuurlijk. Want ja, het is maar één uh, dingetje data in de... Bibliotheek, dingetje data. Hm. En wat ik ook nog even wil laten zien. Misschien loop ik al een beetje op de zaken vooruit. Want meer hierover in uh, het hoofdstukje over materialen. Maar hier vind je uh, het cijfertje 3. Dus dat rode materiaal wordt drie keer gebruikt in dit blenderbestand. Namelijk dus voor deze cilinder die ik net heb gemaakt. De zwembroek en de mijter. Dus hier kun je zien dat die dus drie keer wordt gebruikt. En uh, ja, handig om te weten. Want uh, dan hoef je niet elke keer nieuwe materialen te maken. Maar dan kun je dus heel makkelijk dingen die in de bibliotheek van Blender staan hergebruiken. Zo werkt het eigenlijk met elk object in Blender. Um, we hebben het net al gehad over uh, de materialen en uh, vormen en zo. Maar dit werkt ook bijvoorbeeld bij lampen. En ik heb hier drie lampen neergezet en een nummertje bijgezet. Nou, een klein nummertje, een vrij enorme nummer. Maar dat is maar duidelijk. Drie lampen. En in toekomstige video's natuurlijk veel meer over licht en lampen. Maar ik heb hier drie verschillende soorten lampen neergezet. De eerste is een spotlicht. En die werpt blauw licht zo op de zijkant hier op de pop. En dat is lamp nummer 1. De tweede is een zonlicht. En trouwens, zo grappig als ik die verplaats, dan gebeurt er helemaal niks. Alleen de hoek uh, maakt uit. Uh, kijk, zie je. Dan kun je de hoek veranderen waarop die zon dus uh, schijnt. Nou, het is eigenlijk wel logisch als je erover nadenkt. En we hebben hier een derde lamp. En dat is gewoon een puntlicht. En die schijnt uh, groen licht in de scène. Nou, waarom heb ik dit nou gedaan? Kijk, hier vind ik een, een mapje. En dan heb ik even. De, nou, een mapje in de Outliner heb ik een doos gemaakt met deze drie lampen. En deze heet Point, Spot en Zon. En die point uh, licht is dus nummer 3. Uh, de spotlicht is nummer 1. En de zon is nummer 2. Zo ga ik ze ook even noemen: nummer 1, 2 en 3. Weet je nog van de vorige video? Hier heb je de properties panel. En hier heb je de object. Properties en hier heb je de object data properties. En er is één groot verschil, namelijk het woordje data. Want hier vind ik gewoon uh, de eigenschappen van het object zelf. Dus ik heb hier bijvoorbeeld uh, lamp nummer 3. En die bevindt zich hier in de ruimte. Locatie, rotatieschaal en dat soort dingetjes. Maar als ik die lamp heb geselecteerd, vind ik hier dus een icoontje van de lamp. En dat zijn niet per se de eigenschappen van het objectlamp, maar de data die daaraan vastzit. Kijk, hierboven heb ik uh, nu het woordje groen gedragen. Typt en ik kan daar uh, elk woordje van maken wat je maar wil, maar voor de snapperigheid heb ik daar maar even groen van gemaakt, want deze lamp die zendt dus groen licht uit. En als ik hier iets anders van maak, dan kan natuurlijk elke kleur zijn die je maar wil. Nou, hier, daar, hier zo vind je een uitklap en daar staat blauw, geel en groen, en dat is eigenlijk de bibliotheek, dus van dit Blender project. En in die bibliotheek, in de doos. Uh, Lampen, zeg maar, zit dus blauw, geel en groen. Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, lampje nummer 1 uh, pak, zo. En dat is dus die spotlicht, hè? die is blauw licht. Naar uh, de poppetjes schijnt, dus is lamp nummer 1, en die is, uh, heeft de data blauw, maar hij kan die ook de data groen geven. Hop, en dan is het niet opeens een spotlight meer, maar zijn het opeens, uh, is het opeens de groene lamp geworden. Hij blijft op dezelfde plek staan met dezelfde grootte, dezelfde transformatie, dus eigenlijk dezelfde object properties. Maar ik heb er nu dus andere data aan gekoppeld. Met andere woorden, ik heb gewoon die data in de bieb, die data groen, aan lampje nummer 1 ge geflupt. Kan ik ook met die zon doen. Dan doe ik hier gewoon uh, groen. Zo, hoppakee. <laughs> en dan heb ik opeens drie groene puntlichten. Kan ik ook hiermee doen. Dan maak ik uh, lamp nummer 3 maak ik, uh, blauw. En de dus, uh, lamp nummer uh, dus het 2 maak ik blauw. En lamp nummer 1 maak ik ook Blauw, hoppakee, zie je? <laughs> en dan heb ik er alleen maar blauwe spotlichten erop gezet. En als je dan goed kijkt, hier zo, vind je dan opeens een drietje tevoorschijn komen. En dat is ook eigenlijk heel erg logisch, want ik heb nu ook drie keer die data blauw gebruikt. En dat zie je dus hier dus ook terugkomen. En dan nog iets, hè, want het volgende... Je kan dus ook losse data hebben, want net heb ik uh, al die lampen blauw gemaakt. Maar wat is er dan gebeurd met die uh, groene data en die gele data? Nou, als ik hier even op inzoom en daar weer op het uitklappen kijk, dan zie je dus dat blauw, die is drie keer gebruikt. Maar er staat nu opeens een nulletje bij geel en een nulletje bij groen. Met andere woorden, die data geel en die data groen wordt niet gebruikt in mijn blender project. En dus losse data is niet in gebruik, maar het bevindt zich dus nog steeds in de bibliotheek. Maar, er is een heel grote maar. Als ik nu gewoon op ctrl-s druk en ik ga dit uh, blend project opstaan, ik doe uh, kruisje en daarna open ik hem weer. Dan zul je zien dat die blauwe data hier nog gewoon in zit, maar dat geel en groen zijn verdwenen. Dus losse data die niet aan een object is gekoppeld in jouw Blender-project verdwijnt dus op het moment dat jij Blender afsluit. En dat is er een hele goede om te weten, want misschien wil je het wel bewaren, maar heb je het gewoon niet gebruikt. En dan heb je heel erg je best op gedaan om fantastische instellingen te doen voor dingen. En dan is het opeens weg. Kun je daar iets aan doen? Zeker, zeker, zeker weten. Want je kan ook een nep-gebruiker instellen, een fake user. Hoe ziet dat eruit? Nou, valt ermee. Eigenlijk heel makkelijk ik heb bijvoorbeeld uh, deze blauwe. En die wordt dus drie keer gebruikt. Maar er zit nog een ander knopje naast. En dat is dat van uh, een soort van zo ja, schildje. En als ik daarop druk, dan stel ik in dat blauw ook een fake user kan zijn. Dus als blauw niet wordt gebruikt in de scène van Blender. Dan nog blijft die in jouw Blender-project opgeslagen als die wordt afgesloten. Kijk, en dan staat er ook een F'je voor: een fake. De F van fake user. En uh, dat kan ik ook wel even van geel doen. Maakt hij een fake user. En uh, groen maakt hij ook een fake user. Nou, uh, dit, dit, dit ziet er echt niet uit, joh. Sinterklaas Klaas denkt, wat is het voor disco hier? <laughs> ik ga ze gauw weer even goed zetten. Ik heb hier de zon, die maak ik even geel. Ik heb hier de punt, nummer 3, maak ik weer even groen. En lamp nummer 1 is dus de blauwe. Oké, okay. nou, ze worden nu allemaal gebruikt in de scène. Maar ze zijn nu ook fake user, omdat ik dus op dat schildje heb gedrukt. Dus als ik ze niet zou gebruiken en ik sluit Blender af, dan blijven ze toch bestaan. En heb je hier een fake user gebruikt. Dat zie je ook terug bij de materialen. Dus ik ga even Sinterklaas selecteren. En ik ga weer hier naar de materialen. Je ziet dat ook hier terugkomen. Hier dit, oh, dit witte materiaal wordt twee keer gebruikt. Even inzoomen. Ja, daar. Dit witte materiaal wordt twee keer gebruikt ergens in de scène en het is ook nog eens een, keer een fake user. Dus ook al wordt hij nooit gebruikt, hij blijft opgeslagen in je blenderbestand en dat is natuurlijk wel uh, handig. Bijvoorbeeld hier het zwarte materiaal wordt twee keer gebruikt, maar dus dit knopje is een fake user. Nou, en hier zie je trouwens ook dus de bibliotheek van de materialen. En dus als je naar nou een lamp selecteert zie je dus hier de bibliotheek van de lampen. Nou, we hebben nu heel erg gekeken naar uh, vooral materialen en uh, data van lampen. Maar bedenk, dit geldt voor veel en veel meer dingen in Blender: en dingen als vertex group, dus uh, groepen van punten in edit mode. Um, uh, ook, ook bijvoorbeeld dingen als animatiedata en bijvoorbeeld uh, physics simulation zoals haar en uh, wind en uh, dingen die stuiteren en wat al die meer allemaal data in uh, blender hey uh, genoeg voor nu <laughs> neem even een pauze breek van deze best wel technische video op naar de volgende video en daar gaan we het hebben over Roosendaal. Hij is de maker van Blenda de Genius, de legend, die het allemaal bedacht is en die het gratis heeft gemaakt en gehouden. Ik zie je daar. Maak iets.